Universiteit van Nederland. Als je af en toe rondhangt in een sportschool of gewoon niet onder een steen leeft, dan heb je vast gehoord van eiwitshakes, de pre-workout shake of een shotje pure eiwitpoeder. Een scoopie. Scoop in de bij! Een volle scoop! Nog een volle scoop! Scoop in de bij! Of het nou komt door YouTubers die scoopies naar binnen werken of door succesverhalen in de sportschool, eiwitshakes en pre-workout zijn hot. Er gaan miljoenen euro's om in sportvoeding en supplementen en die markt blijft groeien. Waarom is iedereen zo gek van eiwitshakes? Men neemt eiwitshakes met het idee dat ze sneller herstellen van hun trainingen, waardoor ze weer fit en energiek kunnen starten met de volgende training. Dus in die zin is het beoogde doel een prestatieverhogend effect. Dit is Meerwijs Merab van de Universiteit Utrecht. En in deze aflevering vertelt hij alles over de zin en de onzin van eiwitshakes, pre-workouts en andere sportsupplementen. Maar eerst even voorstellen, want Meerwijs is een echte sportfanaat. Hij is sportarts in het UMC, doet onderzoek naar sportblessures, is teambegeleider bij Feyenoord en hangt zelf ook veel in de apparaten. Ik sport zo'n 4 à 5 keer in de week en ik doe dan een combinatie van krachttraining met crossfit. Dat is voor mij een hele goede manier om soms heel tijdsefficiënt zoveel mogelijk uit mijn workout te halen. En ik vind het leuk om zo nu en dan ook teamsporten zoals padel te doen. Niet zozeer om te winnen per se, liever wel natuurlijk, maar vooral ook om het heel leuk te hebben met een groep. Een spelelement in de sport te hebben en een gezellige derde helft. Non-alcoholisch natuurlijk. Als sporter en sportonderzoeker komt Meerwijs vaak in aanraking met sportsupplementen. Om te beginnen de scoopies en eiwitshakes. Eiwitten bestaan uit aminozuren. Dat zijn eigenlijk de bouwstenen die wij nodig hebben voor groei en herstel van onze spieren. Tijdens het sporten doen we een aanspraak op de spieren en we maken eigenlijk op microniveau een klein beetje schade. Het herstel maakt dan uiteindelijk dat je uiteindelijk sterker en fitter bent. En die schade, het herstel daarvan, dat doe je onder andere met die eiwitten. En daarom zijn eiwitten dus belangrijk en spelen ze een hele essentiële rol in spiergroei en herstel. Uiteindelijk heb je zo'n 1,2 tot 2 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht nodig om goed te functioneren en optimaal te presteren. Voor duursporters zit het iets meer richting de 1,2 à 1,4 gram. En voor krachtsporters hebben we het meer over de 2 gram per kilogram lichaamsgewicht. Dit is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor over de gehele dag. En de aanbeveling is dan ook dat je die 2 gram bijvoorbeeld verdeelt over de dag. Nou, ben je een kerel van 70 kilo als ik, dan betekent dat zo'n 21 à 28 gram eiwit per eetmoment. Wat je ziet in de supermarkt is dat heel veel eiwitdrankjes precies 20 gram of 25 gram per drankje aanbieden. En dat is heel slim, want dat is doorgaans de hoeveelheid die wij eigenlijk idealiter tot ons nemen. Men dacht vroeger dat het heel belangrijk was om dat moment van inname kort na de training te doen. Echter tonen de meest recente studies dat wat helemaal niet uitmaakt. Het gaat er gewoon om hoeveel eiwit jij uiteindelijk over de dag hebt ingenomen. Kan echter wel natuurlijk heel erg helpen als soort steun, een reminder, logistiek, dat je gewoon weet, na mijn workout moet ik letten op mijn eiwitinname. De meeste mensen zullen voldoende eiwitten kunnen halen uit hun goed en gevarieerde basisvoeding. Kijk, voor fanatiek sporters is het een ander verhaal, maar de meeste mensen kunnen voldoende eiwitten halen uit bijvoorbeeld kip of vlees, of uit sojabonen of andere bonen, nootjes, kaas, kwark, dan heeft het geen meerwaarde om te supplementeren met een eiwitshake. Doe je dat toch, is dat niet erg. Het zou je kunnen helpen. En als je te veel eiwitten inneemt, dan scheidt je lichaam dat gewoon uit. Dat plas je dan gewoon uit. En voor de meeste mensen leidt dat gelukkig niet tot problemen. Oké, baat het niet, dan schaadt het niet. En wat betreft je portemonnee, kwestie van bij jezelf nagaan of je het echt nodig hebt. Dan de populaire pre-workout shakes. Trouwens soms ook puur genomen als scoopie. Hoe zit het daarmee? De pre-workout shakejes zijn eigenlijk allerlei drankjes of mengsels die bedoeld zijn om jou een oppepper of een boost te geven voor je training. Ieder mengsel is anders. Vaak zitten de volgende 3 stoffen er eigenlijk bijna altijd wel in. Dat is onder andere cafeïne, wat ervoor zorgt dat je focus verbetert en je vermoeidheid vermindert. Creatine, wat een goed effect heeft op kracht- en uithoudingsvermogen. En tot slot beta-alanine, wat ervoor moet zorgen dat de vermoeidheid die optreedt in een training, dat je dat minder zou voelen, dat dat minder wordt. We weten dat creatine en cafeïne supplementen zijn, als je die los onderzoekt, dat zij inderdaad prestatieverhogend werken.
Maar als we kijken naar de meeste pre-workout shakes, dan zit daar meer in dan alleen deze twee stoffen en meer dan alleen beta-alanine. Het is eigenlijk een soort jungle, kan ik bijna zeggen, van allerlei verschillende stoffen met het idee om jouw prestaties te verbeteren. Kijken we dan eigenlijk in de wetenschap, hè, vergelijken we dan groepen die pre-workout shakes nemen of die bijvoorbeeld alleen een cafeïnesupplement nemen, dan zien we niet dat het innemen van pre-workout shakes significant leidt tot betere prestaties. Integendeel, het lijkt zelfs uit sommige studies dat het nemen van cafeïnesupplement nog beter werkt. Dus eigenlijk is het niet wetenschappelijk onderbouwd. Er zullen vast en zeker op individuele basis verschillen zijn. Er zullen sommige mensen zweren bij de pre-workout shakes. Dat kan. Echter, als je kijkt naar grote groepen, dan lijkt het nemen van pre-workouts om je prestaties te bevorderen niet zinnig. Dan kun je beter een dubbele espresso nemen, bij wijze van spreken. Naast dat pre-workout vanuit de wetenschap gezien niet beter werkt dan een kopje koffie, zitten er aan het gebruik ook nadelen. Dat zijn onder andere nervositeit, slapeloosheid, hartkloppingen, maag-darmklachten en bovendien gewenning. Dus het kan best zijn dat je bij het nemen van een pre-workout drankje initieel effect bemerkt, maar dat dooft dan langzaam uit of het wordt minder. Dat is natuurlijk jammer. Tot slot nog heel belangrijk, er is ook wel eens vermeld dat in sommige pre-workout drankjes zitten van allerlei en nog wat aan stoffen. En soms treedt er ook vervuiling op. Er zullen soms stofjes in zitten die op de dopinglijst staan. En dat is natuurlijk ongelooflijk zonde. Dat als jij als hardwerkende atleet positief test op een dopingtest, omdat er iets in je pre-workout zat wat je niet wist. Dat is natuurlijk echt schrijnend. Two of the biggest names in sprinting have both failed drugs tests. He took an over-the-counter supplement. Their star quarterback, Will Greer, has been suspended. Athletes are taking new supplements and the labels are not throwing all the ingredients. Concluderend, sportshakes, als we kijken naar de eiwitshakes, zeker zinnig. Belangrijker is daarentegen een goed en gevarieerde basisvoeding. Maar fanatiek sporters kunnen er zeker baat bij hebben door te supplementeren met de eiwitshakes. Voor de professionals is het belangrijk om te kijken per sport wat is voor jou zinnig en onzinnig. En stem dat af met een trainer en met een diëtist. Dus echt met iemand die daarin gespecialiseerd is. Er zullen dus heel veel verschillen per sport zijn, maar ook per persoon. Net als wat voor de een misschien werkt, hoeft voor de ander niet te werken. Dan de pre-workout drankjes. Niet zinnig. Als je het mij vraagt, no go. Gewoon lekker dubbele espresso nemen, met goed gezelschap trainen. Dat is de beste boost die je krijgt en die je nodig hebt. Dankjewel, Meerwijs. Heb je na het luisteren van deze aflevering zin om te sporten? Luister dan ook even aflevering 557. Daarin geeft Meerwijs jou de perfecte workout in 10 minuten. Volgens de wetenschap natuurlijk. Succes en bedankt voor het luisteren weer. Tot de volgende.